De Verenigde Staten hebben ondergrondse wapenopslagplaatsen van de Houthis in Jemen aangevallen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. En het bijzondere daaraan is dat ze dat hebben gedaan met de speciale Stealth B-2 bommenwerper. Die heb je misschien wel eens voorbij zien komen op afbeeldingen. Dat zijn dan van die pikzwarte vliegtuigen in de vorm van een vleermuis of een driehoek. Nou, we praten erover verder met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, er zijn dus 5 plekken in Jemen gebombardeerd. Wat is daarmee bereikt? Nou, wat ze proberen te bereiken, en het is altijd maar de vraag of het ook bereikt is, is dat de Houthis het vermogen wordt ontnomen om scheepvaart te treffen met ballistische raketten en met drones. Wat ze natuurlijk al een aantal maanden doen. En die scheepvaart gewoon onmogelijk maken. Door juist de lanceerinstallaties en de opslagpunten te treffen. Ja, dan hoop je dat de Houthis geen spullen meer hebben om op die schepen af te vuren. Maar of het allemaal gelukt is en of dat alles geraakt is, ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ja, of er dus nog meer aanvallen komen de komende tijd. Daarvoor hebben ze dus die Stealth B-2 bommenwerper. De zwarte driehoek eigenlijk, daar lijkt hij het meest op voor ingezet. De VS is de enige die deze bommenwerper ook heeft. Waarom hebben ze daar nou voor gekozen? Nou, het is natuurlijk een heel effectief wapen. Hij is stealth, dus dat betekent dat hij niet door de radar kan worden gezien. En hij kan ook een hele grote bommenlading meenemen. Maar in dit geval gaat het er vooral ook om, natuurlijk om die voorraden te treffen, die raketten te treffen, maar ook om een signaal uit te geven aan de hele omgeving daar. Want ja, door wie worden de Houthis eigenlijk aangestuurd of zwaar gesteund? Dat is Iran. Eigenlijk wordt hier een symbolische boodschap aan Iran gegeven van: luister eens, jullie zitten natuurlijk weer te wachten op die Israëlische tegenaanval naar aanleiding van jullie raketaanval. En jullie gaan er vast ook weer op reageren, Iran. Maar let erop, als het te hevig wordt, wij kunnen jullie treffen. Wij demonstreren met de inzet van deze B-2 stealthbommenwerper dat wij wereldwijd met grote precisie doelen kunnen treffen en niemand houdt ons tegen. Dat is eigenlijk de boodschap die Amerika hier afgeeft. En daarmee helpen de Verenigde Staten dus ook Israël direct. Ja, Lisbeth, dat is ook zo. En dat is ook wel een beetje het rare. Amerika die geeft een beetje dubbele signalen af. Hè. Eerder hoorden we al dat Amerika de militaire steun wil stoppen aan Israël als er niet genoeg humanitaire hulp naar Gaza gaat. Als de aanvallen in Libanon tenminste niet op de VN is. Maar aan de andere kant zie je ook dat Amerika $8,5 miljard aan militaire steun aan Israël heeft gegeven. Dat er een zeer hoogwaardig luchtverdedigingssysteem tijdelijk naar Israël is gegaan. En dus ook deze aanval wordt uitgevoerd. Maar het belangrijkste is eigenlijk Amerika. Kijk, er zijn maar 29 van die vliegtuigen gebouwd, omdat die zo enorm duur zijn. En die staan maar op 1 basis in Amerika. En vanuit die hele basis kan Amerika de hele wereld bestrijken. Zonder dat ze neergeschoten kunnen worden. En dat is natuurlijk belangrijk, ook in deze tijd van geostrategische competitie. Richting Rusland, richting China ook. Van de week was het weer onrustig rond Taiwan. En natuurlijk richting Iran. En zo probeert Amerika toch een beetje de overhand te houden in al deze conflicten. Kort samengevat, spierballentaal. Als je iets flikt in het Midden-Oosten, dan zijn wij erbij. Ja, er gebeurt niks in het Midden-Oosten zonder dat wij daar vanaf weten. En zonder dat wij ook kunnen ingrijpen. En dat is hier het hele duidelijke, ja, de taal die Amerika hier eigenlijk uit. Dankjewel weer, Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.